Bij de gedichtenwedstrijd liep de teller op tot 6.458 gedichten, afkomstig van 2.037 dichters, amateur en beroeps, jong en oud, 1.674 uit Nederland en 339 uit Vlaanderen. Van 24 inzenders is de herkomst onbekend. Alle gedichten van de gedichtenwedstrijd zijn anoniem beoordeeld in 3 rondes. De voorjury, bestaande uit 12 medewerkers van de poëzietijdschriften A-Water en de Poëziekrant, bracht gedichten terug naar een top 1000 en vervolgens naar een top 100. Daarna ging onze hoofdjury aan de slag onder leiding van Tjeet Bruinja. Zij kozen uiteindelijk de nummers 1, 2 en 3. Wie gaat er met de hoofdprijs van 10.000 euro naar huis? Goed gedicht is... wat is een goed gedicht? Iets proberen te doen dat nog niet eerder gedaan is. Een gedicht wat je overrompelt. Het moet mij verrassen en het moet mij doen nadenken. Door de vorm en in het ideale geval door allebei tegelijkertijd. Want ik vind het ook tof wanneer het gedicht ontzettend van de hak op de tak is, rommelig en lelijk. Ja, wat me niet aanspreekt is... Gedichten die ik niet begrijp omdat ze te abstract zijn. Dat sommige gedichten een uitleggerige titel hadden. Als iemand meer speelt met een beeld van wat poëzie is en dan probeert daar iets bij te maken. Ik heb wel eens gehad dat ik een gedicht heel goed vond en dan de laatste twee regels heel een beetje plat of zo. Of een beetje jammer. Ik wil wel soms een beetje op het verkeerde been worden gezet. Ja, ik dacht... Na het lezen van al die gedichten laat ik zelf ook weer eens een gedicht gaan schrijven. Dat is alweer een tijdje geleden en ik doe het alleen maar stiekem. Wat zinnen die je dan tegenkomt waarvan je denkt van, oh, ik wou dat ik die wel geschreven had. Ik heb wel vaker juries gedaan en ik heb echt nog nooit eentje zo moeilijk gevonden als deze. Ik zou zeggen tegen alle dichters die hebben ingestuurd, ga vooral zo door, want ik vond het niveau ervan echt verrassend hoog. Durf gewoon. Blijf schrijven. Een boze dichter vroeg de organisatie van de grote gedichtenwedstrijd om al zijn inzendingen te wissen. De jury zou te eenzijdig oordelen en alleen werk dat aan de kenmerken van hedendaagse gedichten voldeed, zou door de voorrondes komen. Dat laatste was overigens logisch, zag ook de boze dichter in, want de jury bestaat uit mensen die zelf hedendaagse gedichten schrijven. Die hedendaagse gedichten mogen niet mooi klinken, er mag geen positieve boodschap van uitgaan en ze mogen geen goede opbouw hebben. Ze moeten vreemd, gek, versleuteld en onbegrijpelijk zijn, aldus de boze dichter. Of die dichter hiermee de magische formule voor het winnende gedicht gevonden heeft, betwijfel ik. De jury boog zich over een verzameling liefdevolle, droevige, speelse, slimme en vrolijke gedichten. Soms troebel, soms kraakhelder. Tijdens ons beraad kwam dat mooi klinken wel aan de orde. Bijvoorbeeld bij het bespreken van teksten die meer leek op proza dan poëzie. Binnen de poëzie is daar ruimte voor, maar volgens de jury ontbrak het bij dit soort teksten vaak aan musicaliteit. Soms werd dat gemis gecompenseerd door een aaneenschakeling van sterke beelden en werd het toch weer poëzie. Wij wilden graag verrast worden en dat gebeurde volop. Bijvoorbeeld wanneer er met elkaar gedanst werd als zandheuvels in de armen van woestijnwinden of wanneer ergens walvis, kalver, moeder, hormonen zang. Die verrassingen werden echter regelmatig overstemd door een gebrek aan zelfkritiek. Dan werd er verzucht dat die laatste regels eigenlijk beter weggelaten hadden kunnen worden. Of dat er een heel stuk uit het gedicht kon. Qua redactie van de gedichten heeft de jury dus nog wel enkele wensen. Als ik de notulen van onze bijeenkomst teruglees, zie ik dat we zochten naar gedichten die ambitieus waren en gewaagd. Gedichten die durfden af te wijken. Gedichten die absurd waren, maar niet absurder dan het leven. Maar ook naar gedichten die grappig waren en toegankelijk. Overigens heeft de boze dichter, die ik eerder noemde, wel een beetje gelijk. In de top 100 valt veel hedendaagse lyriek te bewonderen. Bijvoorbeeld de volgende hoopvolle opmerking en tip. Je kunt altijd nog met je e-cigaret naar het bonsai-café.
Dan nu naar de top 3. Op nummer 3. Richtlijnen voor de koolstofdioxide-uitstoot tot 2030 biedt qua toon en stijl een sterke combinatie van maatschappelijk engagement en natuurlyriek. We lezen over wereldse zaken, maar keren steeds weer terug naar het lichaam, waardoor de tekst intiem blijft. Het gedicht opent vrij cool met het probleem van vervuiling, de maximumsnelheid, insecticide en giftige luchtstrata, en eindigt romantisch in een openbare tuin waar de schaduw van de lindenboom zich uitstrekt en de ik omhult met zijn adem. Elke keer als de dichter ons iets zachts toont, laat zij of hij daarop iets hards volgen. Binnen de omhullende adem vallen ook alle torren die onder het gras oorlog voeren. Die brede, tweeledige blik op het leven zien we tevens terug in de slotregels, waarin de dichter zich tegelijkertijd bevoorrecht en hopeloos voelt. Richtlijnen voor de koolstofdioxide-uitstoot tot 2030 is een gedicht waarin veel wordt samengebracht, zonder dat het rommelig wordt. Het is bovendien een gedicht met prachtige beeldende regels als: misschien ligt er wel een laag stof over de 17e-eeuwse binnenstad, liggen we begraven in de keuken. De jury was zeer onder de indruk van het vakmanschap van deze dichter en bekroont het gedicht daarom graag met de 3e prijs. Hoi, ben jij Alexander? Ik heb een bos bloemen voor jou. Oh, wow. Want ik ben van Prijs de Poëzie. Oh. En ik heb goed nieuws. Ik ben namelijk 3e geworden in de gedichtenwedstrijd. Oh, wauw, te gek. Ja, van harte gefeliciteerd. Super. Deze is voor jou. Dankjewel. Richtlijnen over de koolstofdioxide-uitstoot tot 2030. In 2030 ben ik 42 en jij dood. Veel vliegen leven niet meer, wegens hun verhoogde hartslag, hun cholesterol, de 130 km per uur autoramen. Maar ook door de insecticiden op het zwellende fruit, de giftige luchtstraten die boven onze hoofden kruisen. Misschien ligt er wel een laag stof over de 17e eeuwse binnenstad. Liggen we begraven in de keuken. Ik zit met de ongekende temperatuur van 25 graden in een openbare tuin te schrijven. Een hond vindt eindeloze ernst in een balspel met zijn baasje. Zijn gewrichtsspieren knijpen samen in reactieve korte sprintjes. Is de hond zinvol? Ik maak belletjes speeksel en proef de warme muffe smaak. Ik tuit speeksel over mijn lippen en slik het in. Speeksel vol plastic microdeeltjes en dichters en ten dode opgeschreven koplampherten. Ik slik alles door, alle hoefjes en olievaten en bevroren vliegtuigen die kortstondige littekens kerven in de schemerende lucht. En de schaduw van de lindenboom strekt zich uit, omhult me met zijn adem. En alle torren die onder het gras oorlog voeren, ook hen omhult ze en eist ze op en laat ze weer los. Het gras kijkt me aan met vele ogen. Er waait een piepschuimverpakking onder de afstervende bladeren. Ik zit in een najaarstuin. De wind trilt zachtjes in de grassprieten. Er zijn goddank nog vogels met hun dagboekfragmenten. Het is een voorrecht een snijpunt te zijn tussen hopeloosheid en een perzikroze avond. Nummer 2. De montage in het gedicht De Broer is verrassend en onvoorspelbaar. Zelfs bij herlezing is er geen vat op te krijgen. Het gedicht begint intrigerend, abstract en dwingend. Vervolgens springt het op een associatieve manier van beeld naar beeld, van gedachte naar gedachte. De associaties zijn niet voor de hand liggend, een soort droomlogica, en geven blijk van verbeeldingskracht. Het verspringen van de grammatica en de beelden dragen bij aan waar het in de eerste regel over gaat. De dichter lijkt met dit gedicht niet de volgende compositie te hebben willen maken, maar een nieuwe compositie. Hoe dat nieuwe verband houdt met de broer uit de titel of de vrouwen die alleen in bepaalde ateliers mochten neuken, is ons niet helemaal duidelijk geworden. Het zou kunnen gaan om traditie of de juiste smaak. Wellicht gaat het om het verliezen van de broer. Dit is een gedicht dat vragen oproept en daarop net genoeg antwoorden biedt. Wij lazen een tekst die geschreven is met durf. Een gedicht waarin het abstracte niet uit de weg gegaan wordt. Waarin de dichter
in gesprek gaat met de gekunstelde vorm van zijn werk en die blootlegt. De Broer is een poëticaal gedicht dat met zijn afwijkende logica en in elkaar overlopende zinnen en beelden je opnieuw laat nadenken over hoe je een tekst leest en wat je ervan verlangt. Hi, ik ben Jorrie Pieter, 32 jaar. Ik zou eigenlijk op het podium moeten staan nu, omdat ik de tweede prijs heb gewonnen. Maar toen hadden ze bedacht vanwege het coronavirus dat de prijsuitreiking niet doorging. Dus toen hebben ze het adres opgezocht op de pagina van de gedichtenwedstrijd. Al mijn huisgenoten kijken mee. Schrijf naar mijn huisgenoten. Hi. Jezus jongens. Ja, dus ze hadden mijn adres bekeken en dat was het adres van mijn ouders, want ik was er toch niet van uitgegaan dat ik gewonnen had. Dus ze stonden gisteren bij mijn ouders met een bosje bloemen en die waren ook niet thuis. En toen kreeg ik een nummer en toen moest ik bellen en toen heb ik al mijn enthousiasme al gehad. Dus het ziet eruit dat ik wat zakelijk ben, dat ben ik helemaal niet. Maar als er uitgevers kijken, dan zou ik best graag een contract willen om een bundel uit te brengen bij jullie. Ik heb heel veel gedichten, ik schrijf namelijk heel de dag gedichten en ik drink de hele dag koffie en ik zou daar graag ook wel iets meer mee willen. Vet bedankt ook voor de wedstrijd, super tof. Nog meer bedankt dat ik tweede ben geworden. Dat had ik dus niet verwacht. Yeah. Yes. Waar het gedicht over gaat, als ik dat moet uitleggen, dan denk ik, sta ik hier morgen nog. Maar ik kan een prijsvraag uitschrijven. Is dat wie exact raadt waar mijn gedicht over gaat, die krijgt van mij een volledig verzorgde 6 maandse reis naar een plek naar keuze. Volledig betaald door mij. Want je gaat toch niet raden. Veel plezier vandaag. En succes met alles en zo. Ik moet er wel bij vertellen, het is eigenlijk een leesgedicht. Want als ik het voorlees, dan komen er wat minder betekenis. Nou ja, fuck it. Ik vind dit wel een beetje spannend. Zeker omdat ik een toeschouwer zijn. Ja, dat zei je toch? Ja. Dit is een nieuwe compositie. De permanente tegenstellingen heffen elkaar op met aan elke zijde het tegendeel van een ander, waardoor niets tekort komt en alles uit de bocht een ander leven leert. Het schilderij is zowel nuttig als niet, maar verwar dit met jezelf en alles wat er niet in zit, komt vanzelf uit. Vrouwen mochten met mannen alleen in bepaalde ateliers neuken, maar ze vroegen niet om verderop klaarlicht een dag te worden. En terwijl niets gevraagd, duwt mij iemand mijn licht omver en verdringt het met gedachten over hoe tafelzout is ontdaan van alles behalve smaak. Nu hoor ik klassieke muziek, maar dan in een ander tijdschrift dat voor mij ligt, lees ik dat het niet om de artikelen gaat, maar om het nut van een juiste smaak. De koffie kleurt inmiddels rood en op een schaal van 1 tot Antwerpen zijn 2 witte strepen gelegd om zo de weg terug te vinden. En waar de maan zich momenteel bevindt, vloog ooit mijn broer. Hij is eindelijk zo ver gekomen dat iedereen kijkt alsof we elkaar eerder ontmoet hebben. Nou, vet bedankt nogmaals. Succes met alles wat er komen gaat de komende maanden. Want het is best wel kut wat er allemaal gebeurt. Het voelt ook een beetje gek om nu super blij te zijn aan de ene kant. En aan de andere kant alsnog super blij te zijn. Maar dan weer aan de andere kant het ook allemaal kut te vinden. Fijne dag. En Guusje Fred op Instagram. Dankjewel. En een uitgever. Ik zoek een uitgever. Doei. En dan prijs nummer 1. De American Supremacy Dream Drome is zowel een baldadige ode aan Frank Zappa als een groteske satire op het leven en handelen van tech-miljardairs. We volgen in het gedicht een verstekeling die zich aan boord bevindt van een space shuttle die onderweg is naar planetoïde 3834, of eigenlijk planetoïde Zappa Frank. Het ruimtevaartuig wordt bekostigd door een Elon Musk lookalike die daarvoor een gebrekkige crowdfunding heeft opgezet. Met voor de dichter en de 8 miljardairs aan boord vrij rampzalige gevolgen. De dichter durft in de American Supremacy Dream dromen stevig buiten de lijntjes te kleuren. Op het gebied van de taal tijdens het juryberaad omschreven als een sci-fi upgrade van Paul van Ofsteijen
En op het gebied van de humor. De meligheid van Zappa, denk aan albumtitels als Burned Weenie Sandwich en Shake Your Booty, zijn muzikale virtuositeit en eclectische stijl zijn nooit ver weg. Het ondergraven van het eigen doel, het heen en weer zwalken tussen flauwiteit en maatschappijkritiek en de behendigheid in de taal zorgt ervoor dat wij de American Supremacy Dream dromen graag bekronen met de eerste prijs. Via Kickstarter heeft een megalomane Elon Musk lookalike een crowdfunding georganiseerd om 8 mensen met een space shuttle naar planetoïde 3834 te sturen. Planetoïde 3834 is de saaie alias van planetoïde Zappa Frank. Zappa Frank bevindt zich 309,1 à 455,3 miljoen kilometer van de zon. De zon bevindt zich 149,6 miljoen kilometer van de aarde. In een astronomische lichtjaar is de gecalculeerde gemiddelde afstand van hier naar Zappa Frank fucking ver. In de Space Shuttle zitten 8 MMM'en die elk meer geld bezitten dan de andere 7,7 miljard MVX'en op aarde samen. En plots zit ik als verstekeling ook in die Space Shuttle, want ja, YOLO. Het werd tijd dat ik nog eens iets ondernam. De miljardairs dromen hardop de American Supremacy Dream, de kolonisatie van Zappa Frank. Zappa Frank naar Frank Zappa van Frank Zappa and the Mothers. Frank Zappa and the Mothers van Smoke on the Water van Deep Purple. Die Frank Zappa. De Frank Zappa. Frank Zappa. Maar dan Zappa Frank. Een minuscuul object in een immer uitdijend universum. Zou Zappa zich ooit hebben afgevraagd wat er zich achter het heelal bevindt buiten de grenzen van een massa die oneindig is? En plots besef ik dat als ik bescheiden was, ik allang verrast was. Daarom ben ik hier. Voor mij is niet de sky, maar Zappa Frank de limit. Historisch nieuws. De raket landt op Zappa Frank. Breaking news. Het target van de crowdfunding is niet gehaald. De megalomane Elon Musk lookalike heeft beslist het project te staken. De donateurs krijgen hun geld terug, maar alleen op aarde. Altijd de kleine lettertjes lezen. Plots zijn de 8 miljardairs geen 8 miljardairs meer, geen 8 uitverkoren MMM'en meer, louter 8 van de 108 miljard MVX'en die ooit hebben geleefd op aarde. De 8 miljardairs zijn virtueel dood en ik ook, maar ach, ik ben hier nu toch. In mijn ruimtepak van Zara verlaat ik de raket en zet ik de eerste stappen op Zappa Frank. Neil Armstrong zei op de maan, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Ik zeg op planetoïde Zappa Frank, als ik sterf is het uit nieuwsgierigheid. Maar nu nog niet. Zolang ik in leven blijf, blijft het axioma van de onvermijdelijkheid van de dood in stand. Ik zal het nooit anders weten. Wie wel? Poëzie.